Welke komt eraan? Welke zal het zijn? Er is spant er nog één. Het is spannend. Hier kan een Psyduck spannen, een Squirtle, maar ook een Venonat en nog andere Pokémon. Ook gewoon een Bellsprout. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en we gaan verder met onze Nuzlocke Challenge. In Pokémon Let's Go Eevee, gelukkig al onze Pokémon leven nog tot op dit punt jongens. Ik ga mijn lure aanzetten, want we zijn op een nieuwe route en op deze route mogen we dus een Pokémon gaan vangen. De eerste Pokémon die we tegenkomen mogen we vangen. Ik ga die Charmander niet meenemen. Welke zien we als eerste? Zien we er al gelijk eentje? Welke komt eraan? Welke zal het zijn? Er spant er nog één, het is spannend. Hier kan een Psyduck spannen, een Squirtle, maar ook een Venonat en nog andere Pokémon. Ook gewoon een Bellsprout. Welke gaat het zijn? Het is een Meowth. En we gaan die Meowth gewoon vangen. Ja, het is misschien niet een Pokémon die ik direct zou gebruiken, maar ik ga hem wel vangen. Ja, we hebben namelijk natuurlijk al een Eevee, hè? Dus dat is ook wel een normal type Pokémon. Maar goed, Meowth, dikke prima. Vind ik eigenlijk wel grappig. Niet super nuttig voor in mijn team. Tenzij we geld moeten verdienen. Want als Meowth PD kent, dan kan je dus extra geld verdienen met elke battle die je doet. Dat is wel nice. En wat ook nice is, is dat best wel veel Pokémon nu gewoon een level up gaan. Eve gaat een level up. Die wil bite leren. Maar ik heb eigenlijk ook wel behoefte aan deze double kick. Ik laat het hier dus even bij. Ik ga bite niet leren. Nidoran leert bijvoorbeeld ook dark type moves. Dus laat deze maar even zitten dan. Pillar groeit naar leveltje 13. Die wil poison powder leren. Dat mag misschien. Even kijken. Ja, sowieso in plaats van strength shot. Strength shot ga ik toch helemaal nooit gebruiken. Lekker. Ja, en steenkop die zit een beetje verstopt. Oh, hebben we ook nog stunspoor leren? Nee, dat hoeft niet van mij. En hij wil Sleep Powder leren. Sleep Powder mag in principe ook nog wel van mij in plaats van Harden. Maar Steenkop is level 13. Dat is onze Geodude. Die zit een beetje verstopt achter de Eevee, zie ik. Maar die wordt dus ook level 13. En hoppa, hier is die. Meowth. Ik had gehoopt op een andere Pokémon hoor, als ik heel eerlijk was. We gaan hem wel eventjes als favorite marken. Dat betekent dat we deze Pokémon mogen gebruiken op ons avontuur. En daarvoor moeten we hem ook een nickname geven. Hoeveel characters kunnen we doen? Ik wil hem namelijk Moneymaker noemen. Lukt dat? Ja, dat lukt. Moneymaker. Het mag gewoon. Mijn Meowth is een moneymaker, jongens. Kijk, de spant is nu een Venonat daar zo. Die hadden we dus ook kunnen vangen. Maar goed, we hebben ook al Burk Pokémon. Bellsprout en Pidgey hadden we ook niet blij mee geweest, want die hadden we allebei al. Dus volgens mij is die Meowth eigenlijk geen eens zo'n hele slechte hoor, die we hebben gevangen. Laten we even met deze trainster gaan battelen. Volgens mij heb ik Eevee nog steeds vooraan staan als eerste Pokémon. Ik denk elke keer dat het meisjes zijn, man. Maar het is gewoon een jongen natuurlijk. Die gooit er een Sparrow uit. Maar ik ga die Sparrow dus in één keer nakken, denk ik, met Buzzy Buzz. Dit gaat keihard. Sorry, het spijt me. En als je de vorige aflevering nog niet hebt gezien, ik ga geen gift Pokémon accepteren. Dus deze Charmander, die neem ik niet mee. Dat is een ding dat mag eigenlijk niet op Nuzlocke Challenges. Je mag geen gift Pokémon accepteren. En om die reden hebben we dus ook Bulbasaur niet meegenomen. We hadden natuurlijk ook hier naartoe kunnen lopen, naar dit stukje gras. Volgens mij is hier een grotere kans dat hier een Psyduck spant. Maar goed, als eerste spant hier ook een Pidgey. Dus ja, dan hadden we die moeten vangen en we hebben al een Pidgey. Dus ja, dit is eigenlijk helemaal prima. Psyduck had trouwens wel leuk geweest hoor, of Squirtle. Ik bedoel, op een gegeven moment wil je toch ook wel graag een watertype Pokémon. Ik pak even dit item op, een X-Special Defense. Mijn Nidoran is verdwaald. Kijk, oh, mijn Nidoran probeert bij me te komen, maar die kan niet bij me komen. Dit is super zielig. Dit is een hiker. En die hiker, die krijgt te maken met mijn spruitje. Met mijn Bellsprout. Mijn Bellsprout is een OG, jongen. Mijn Bellsprout moet het straks ook gaan doen tegen... Hoe heet ze ook alweer? Misty natuurlijk. Tegen Misty in de gym. Of we gaan dat gewoon met Eevee doen. Maar ik zou het wel leuker vinden om dat met Spruitje te doen. Spruitje heeft me ook geholpen bij de allereerste gym. Tegen Brock. Oh, een Rock Throw. Auw. Oeh, ik moet niet overmoedig worden. Want zoals jullie weten in een Nuzlocke Challenge, als een Pokémon down gaat, dan mag je hem niet meer gebruiken. Want dat betekent dat die Pokémon dood is. Dan moet hij weg uit je team, moet je een andere Pokémon kiezen. Ja, en als alle zes je Pokémon down zijn, dan ben je zelf ook kapot. Dan stopt het spel. Dan stopt het spel gewoon. Laten we hopen dat dat nooit gebeurt in dit avontuur, jongens. Spruitje groeit naar leveltje 16. En die wil ook Sleep Powder leren. Dat mag nu nog wel in plaats van Growth. Maar Sleep Powder gaat straks ook wel weer weg, denk ik hoor. Sky, dat is onze Pidgey. Die groeit ook naar leveltje 16. En dan hebben we Hikertje verslagen. Alright, let's go. Door naar de volgende. Dit zijn denk ik Bird Trainers. Misschien kan Steenkop hier wel wat doen dan. Laten we het even gaan checken. Welke Pokémon heb jij dan?
Dit worden veel battles, jongen. Ik hoop maar dat het allemaal goed gaat. Echt, ik ben zo bang dat een van mijn Pokémon gewoon opeens down gaat door iets wat ik niet voorzie. Kijk, bijvoorbeeld door dit. Dat er een Diglett is. Ik wil geen Diglett. Want één keer een grondaanval op mijn bakkes en ik heb gewoon een probleem, hè. Nou, laten we dan toch maar weer voor Eve gaan. Die kent in ieder geval Bouncy Bubble. Ik merk toch wel vaak met steen-Pokémon. Voor mijn gevoel hebben die toch wel veel weaknesses of zo. Of in ieder geval weaknesses die gewoon heel vaak voorkomen. Steen-Pokémon kunnen bijvoorbeeld niet tegen gras, die zie je heel veel. Niet tegen water en dus ook niet tegen grond. Ja, en dat is wel een dingetje. Dat is toch wel moeilijk om dat in je team te hebben, vind ik altijd. Steen-Pokémon. Eevee maakt in ieder geval korte metten met die Diglett. Die gaat weer lekker terug de grond in. Dan pakken wij hier die Pokéball op. Een Super Potion. Ja, en we gaan natuurlijk wel met iedereen battelen, want dit is de manier hoe wij onze XP vergaren natuurlijk. Alleen voor de eerste gym hebben we eventjes wat gefarmd. Door Pokémon te vangen, maar in principe wil ik dat niet doen. Maar anders hadden we die eerste gym dus echt niet gehaald. En ik ga proberen om dat voor de tweede gym niet te doen. Hier zijn genoeg trainers waar we mee kunnen battelen om straks klaar te zijn voor de gym van Misty, denk ik. Dat moet wel lukken. Ik denk dat het ons gaat lukken. Oké, dit is een goede matchup. Alhoewel die Pidgeotto, die is wel level 15. Dat is wel een ding. Die Pidgeotto is denk ik ook sneller. Ja, die doet een Sand Attack. Ik hoop dat het maar allemaal goed gaat, jongens. Ik hoop dat het goed gaat. Ik wil Geodude niet kwijt. Doe Rock Throw op zijn bakkes. Lekker. Oké, als we dit nog een keer kunnen doen. Dat zou heel chill zijn, Steenkop. Dan versla je gewoon een Pokémon die 2 levels hoger is dan jij. Dan heb je dat echt heel lekker gedaan. Ja, 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 ja. Lekker, Geodude. Heerlijk gedaan dit. Toppie. Heel goed gedaan. Ik ben trots op je. En hij groeit ook een level gelijk. Hoppa, naar leveltje 14. Steenkoppie, yeah. En ook Queen groeit nu naar level 16. Dat is onze Nidoran. Onze female Nidoran. En die gaat nu evolueren naar Nidorina. Super dope. Yeah. Daar ben ik blij mee. Nidorina natuurlijk een stuk sterker al gelijk dan Nidoran. Dus dat is super dope. En hoe sneller die de goede aanvallen leert, hoe sneller dit een Nidoqueen kan worden. En als dit een Nidoqueen is, jongen, een Nidoqueen? Dat is best een goeie voor een Nuzlocke Challenge, jongens. En daar komt die Nidorina in de Pokédex. Onze Poison Pin Pokémon. Lekker hoor. De Nidoqueen ook eens gelijk gaan gebruiken straks in een battle. Let's go. Ze zit wel een beetje vast daar, zag je het? Tegen Youngster Dan. En die heeft 2 Pokémon. En 1 daarvan is een Ekans. Dit wordt Poison tegen Poison. Yeah, Nidorina. Oké, laten we maar een Bite gebruiken dan. Even kijken hoe dit gaat. Dit gaat redelijk goed. Oké. Sterker nog, dit gaat heel goed. Want hij is gelijk flinched. En als we het een tweede keer doen, dan hebben we die Ekans gewoon gelijk verslagen. Heerlijk, Nidorina. Nice. 68 XP'tjes erbij. En dan moeten we nu tegen Rattata. Nou, dat kan Nidorina ook wel aan, toch? Dat kan je wel hebben. Hadden wij nou een fighting type attack? Ja, kijk, we hebben double kick. Dus dat is ook wel lekker. Die is gewoon super effective natuurlijk tegen normal type Pokémon. Bam. Nidorina, lekker hoor. Heerlijk als die Pokémon evolueren. Geef me je Weedle shirt. Ik wil er zo een hebben. Alright, door naar de volgende battle. Dat is weer tegen een hiker. Zullen we dat weer met Spruitje gaan doen dan? Ga ik wel even een potion geven aan Spruitje. Dan is hij er weer helemaal klaar voor. Dit is heerlijk om hier je Pokémon te trainen, jongens. En hij gooit er een Geodude uit. Dat had ik al verwacht inderdaad. Geodude, misschien straks een Onix ook. Of misschien nog een Geodude. We gaan het strakjes wel zien. In ieder geval moet ik met Vine Whip wel heel ver komen. Hij gebruikt Bite. Hij is gewoon sneller dan hij. Dan ik. Sneller dan ik, Rick. Te sneller dan ik. Maar wij zijn sterker dan hij. En die is een klein beetje ook. En hij gooit er nu een matchup uit. Oké. Daar hebben wij natuurlijk ook wel een antwoord op. Namelijk met Sky, onze Pidgey. En dat moet je sowieso proberen in een Nuzlocke Challenge. Dat je antwoord hebt op elk type Pokémon wat je tegenkomt. Dat je niet heel zwak bent tegen één bepaald type Pokémon. Want dan kan die je halve team misschien wel slopen. En dan heb je echt gewoon een probleem. Dat wil je niet. Je wil niet dat je Pokémon down gaan. En Sky is natuurlijk super effective tegen Machop. Vliegende Pokémon zijn super effective tegen vechtende Pokémon. En dat zie je. Want Machop is best wel goed hoor. Hij is best wel goed. Die moet je niet onderschatten. Oké, nog 2 trainers hier, denk ik. Let's go. En dat is Kelsey. Die heeft een Goldeen. Oh, nice. Die zie je niet zoveel in dit Kanto. Die kom je niet zo heel makkelijk tegen, Goldeens. Daar moet je echt naar op zoek gaan. Die zitten maar op heel weinig plekken verstopt. En wij doen een Vine Whip. Ja, ik weet zeker trouwens dat wij Goldeen. En dat gaan wij niet in ons team krijgen. Dat kan ik je nu al vertellen. Maar goed, we verslaan hem ook best wel makkelijk. Dus je kan je afvragen of we dat moeten willen. Oké, dan gaan we deze trainer even uit stand lokken. Komt u maar, want ik wil die Pokéball. Hallo? 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 Ja, kom niet, hè? Hij komt niet. Kunnen we er langs straks? Ja, volgens mij kunnen we er straks wel langs. Dustin. Dustin heeft Squirtle. Zo vet. Oh, jij hebt gewoon een Squirtle. Ik wil ook een Squirtle zelf vangen. Dat lijkt me zo leuk. Maar die kans is zo klein in de Nuzlocke Challenge. Want daarvoor moet je eigenlijk streaks opbouwen.
streaks van dezelfde Pokémon achter elkaar vangen. Je moet dezelfde Pokémon heel vaak achter elkaar vangen. En vanaf 11 keer maak je dan een grotere kans om een zeldzame Pokémon als Squirtle, Charmander of Bulbasaur tegen te komen. Ja, en dat gaat gewoon niet lukken in deze Nuzlocke Challenge. Hoppakee, Spruitje naar level 17 alweer. Die gaat heerlijk, die gaat keihard. Ik denk dat die wel klaar is hoor, voor die gym battle straks. Dan gaan we snel hier zo dit item achter hem vandaan snatchen. Dat is Thunder Wave. Hiermee paralyse je tegenstanders. Dan gaan we door naar nog, denk ik, 1 of 2 trainsters of zo. Een Aether pakken we nog even op. Hallo. Die heeft een Oddish. En ze heeft nog een Pokémon. Ze heeft 2 Pokémon. Eén daarvan dus een Oddish. Dit is niet echt ideaal. Grass tegen grass. Ik heb wel Acid. Die is denk ik super effectief. Tenzij Oddish al een Poison type Pokémon is. Dan natuurlijk niet. Ja, oké. Die Oddish is ervoor aan het zorgen dat zijn attack hoger wordt. Wij doen nog een keer Acid. Kablam. En als we nog 1 keer Acid doen, dan is het gewoon klaar met die Oddish. Hij doet nog een keer Growth. Nou, oké. Ik denk niet dat dat heel erg slim is, Oddish. Maar goed, als jij dat wil, dan mag dat van mij. Als jij graag verslagen wil worden, dan help ik je daar graag bij. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Doei, Oddish. En dan krijgen we nu te maken met een Pidgey. Dan gaan we wel even wisselen. En dan gaan we wisselen naar Steenkop. Onze steentype Geodude. Ja, die heeft net ook een Pidgeotto verslagen. Dus dan moet een Pidgey ook wel lukken, hè? Onze Geodude is alleen niet zo snel. Dat is wel jammer. Het zou fijn zijn als hij ietsje sneller was. Maar goed, hij is wel sterk genoeg om Pidgey in 1 keer te verslaan. Dus oké. Goed gedaan weer. Oké, dan hebben we hier nog een visser. Ja, en Spruitje staat nog steeds als eerste Pokémon genoemd. Dus ja, dat gaat helemaal goed. Bellsprout moet dit kunnen fixen. Ik merk wel dat we onze Butterfree nog niet echt heel veel gebruiken, hè, jongens. Bug-type Pokémon. Ja, het kan wel nice zijn, hoor. Als ik een Scyther in mijn team zou hebben, zou ik het wel weten, namelijk. Hey, deze Magikarp gaat lekker splashen. Boom! Doei, Magikarp. Oh, en dan nog tegen een Krabby. Ja, ik denk dat het ook gewoon klaar is als we 1 keer een Fine Whip op Krabby doen. Nee, niet. Oké, nice. Krabby overleeft het. Maar wat ik net zei over Bug-type Pokémon, die zijn natuurlijk wel erg nice tegen Psychic en tegen Dark-type Pokémon. Dat is wel waar je een Bug voor nodig hebt, eigenlijk. Dus misschien als ze tot Sabrina komen en we hebben dan nog steeds Butterfree in ons team, dan kan die daar wel een grote rol gaan spelen. Steenkop die wordt ondertussen level 15, die wil Takedown leren. Gaan we niet doen, want Takedown beschadigt jezelf ook. En Eevee die groeit ondertussen naar level 18. En dan zijn we eindelijk aangekomen bij Bill, bij de Pokémon Professor. Hier staat nog wel even een trainster. Ja, die kunnen we wel even proberen te verslaan. Ik vind hier een lure. Zullen we dit gewoon doen? Want dan krijgen we altijd goede items van die trainers. Dat ga ik dan natuurlijk wel eventjes met Eevee doen. Eevee is onze best shot bij deze trainers. En je wordt gewaarschuwd. Coach trainers zijn best wel sterk. Willen we gaan battelen, wordt ons nog extra gevraagd. Dan kan je nog op nee drukken. Maar wij gaan dit gewoon doen. Wij nemen gewoon dit risico om tegen coach trainer Amala te gaan battelen. Die heeft wel een matchup. Level 16. Ik ga Buzzy Buzz proberen. Buzzy Buzz paralyzed met tegenstanders. Dus als hij nou paralyzed. Kijk, dit is wel lekker. Als hij ons nou niet kan raken. Kijk, lekker. Nu kan die ons niet raken. Heerlijk. Dan doen we gewoon nu Bouncy Bubble. Oh, dit is super chill. Dat was dus mijn gok. Dat we hem zouden paralyzen en dat lukt ook. Ik ben wel benieuwd. Hij doet nu Seismic Toss, hè. Dit is super effective op mijn Eevee. Ja. Oh, nou dan toch lekker niet. Nou, dat vind ik helemaal prima. Dan verslaan we die match op, jongens. Blam. Lekker Eevee. Eevee is OP. Overpowered Eevee, jongens. Hoppakee. Dan hebben we deze coach trainer verslagen. Sky groeit naar leveltje 17. Die wil Roost leren. Ja, dat is wel nice. Want met Roost, en ik zal het even laten zien, krijg je 50% van je HP terug. Dat is super nice. En die gaan we dan doen in plaats van Sand Attack. Sand Attack vind ik op zich wel nice, maar in de praktijk gebruik ik hem toch niet zo heel vaak. Roost ga ik veel vaker gebruiken. Nou, dan krijgen we een item van deze trainster. En dat is inderdaad Seismic Toss. En dan kunnen we nu eindelijk naar Bill toe. Terwijl Nidorina achter mij aanloopt, zien we daar zo in de hoek een Nidorino. Ja, je moet heel goed kijken, wil je hem zien. Je ziet echt net zijn horen, zie je. Ja, kijk, Eevee heeft hem gespot. Eevee, zie je hem? Je ziet hem, hè? Daar zit hij. Nidorino. Of is het geen Nidorino? Is het wel een Nidorino? Of is het stiekem toch iemand anders? Sinds wanneer kunnen Nidorino's op 2 poten staan en praten? Nee, natuurlijk is het geen Nidorino. Dit is Bill. Hij zegt, ja, ik heb een experiment verpest. En nu ben ik gecombineerd met een Pokémon. Wil je me alsjeblieft helpen? En natuurlijk helpen we deze Bill, die helemaal geen Nidorino is. Ik reken op je, zegt hij. Nou, dat komt helemaal goed. Zullen wij hem helpen, Nidorina? Valt me mee dat Nidorina niet in de war raakt nu. Ik had verwacht dat Nidorina misschien wel maatjes zou willen worden met die Nidorino. Maar niet dus. Oké. Nou, jongens. Daar gaan we. Druk op de knop. Wat gebeurt er?
Eevee raakt helemaal enthousiast. Ja, die machine gaat er niet helemaal goed mee, jongens. Eevee, kijk uit! Ben je nou nog steeds Nidorino? Nee, dat is de echte Nidorino. En dit is Bill. Het is maar goed dat hij er nog uit is gekomen uit die kapotte machine. Hoi Bill. Nou, hij is helemaal blij met ons dat we hem hebben gered. En we krijgen een ticket voor de SSN. Oftewel, dat is de boot beneden bij Vermilion City. Ja, en daar gaan we natuurlijk gelijk naartoe strakjes, hè. Hey Bill, later. Maar voordat we daar naartoe gaan, moeten we natuurlijk onze kracht wel even gaan meten met Misty, hè. Want we zijn toe aan onze tweede gym battle, jongens. Onze tweede gym battle tegen Misty. En ik denk dat Bellsprout er wel klaar voor is. Spruitje, volgens mij ben je klaar voor je tweede grote test. Je hebt me al geholpen bij Brock. Nu ga je me ook helpen bij Misty. Nou, dan gaan we hier naar beneden. Dan gaan we nog even snel naar het Pokémon Center om alle Pokémon te healen. En dan gaan we in de volgende aflevering kijken of we klaar zijn voor Misty. Of we onze tweede badge gaan halen. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. Wil je mijn live zien gamen? Volg me dan zeker even op twitch.tv/rickatchu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!